Bernardo Fernando. Bernardo. Bernardo, wie bist du? Vanuit kun je ons rechtstreeks hier in Beerwording. Ons kun jullie vanuit in Klimme Ere en Tien. Ons het vandaag een speciale gast, maar ek sal hom nou voorstel. Soos altijd, soos bekend, is ek Swartus. Hy is Plattus. En hy is Fallus. Fallus is hier van Reewans en hy had dus op ons vandaan doen is. Dankie Fallus, jy kan wel. Gesels om jy. Bernard, waar gaan we al? Ja, degene wat van ver gekomen, iets wat van al weet. Oké, okay. Jan, maar kennen we voor elkaar weer. Is dat rem, hè? Ja. Oké, okay. Hoe je daar gaat? Rijn elkaar weer daar in zijn wolkwaard. Nou, hij was een beetje die spoed, het spoed verhoogd is van Orian. En daar is elkaar weer van voorkomen. Ik zeg, elkaar weer daar. Daarna wordt verklaard en ik kom er nog mee. Petrus en ik in de hemel aan. Maar Petrus en wijs moet ook handen. Hij moet nog daar niet aan doen. En hij komt er nog daar. Maar moet hij dan niet doen? Zien we elkaar, want dan moet ik aan mijn neus zeggen. Zijn tassen. Vergeet daar niet. Die hekken van hier. Maar ik denk ook nog steeds zo wat, maar hier komt ze, kom maar, zet je. En hij, dat maakt ze wel van elkaar met deze en ze. Hij zal gewoon twee security guards van hem. Oorstuur dat hij kan. Maar nu moet die man nog daar aankomen. Dus Pieter zei ik nog, hij ging dat plat toe. En die man zei toen maar, ons allemaal nog een muur. Maar die wordt dan achterlijk of zo hier in die muur. En hier zien twee engelen. En die ene engel zei op de andere engel, oma, Mugabe is nog maar 2 minuten hier. Ja, dat is een klakke refugees. Maar een beetje stil, dames en heren. Nou, zoals ik voorgestel is, ik is een platte man van platte praatjes. En ik wil hier vertellen van Oshibango, prediker wat hier in de Weeboord een tijd lang blij het, goed, heel wat predikaties hier gedoen, sy Afrikaans het baie mooi geverbeter, en hy moest door begrafenis waarneem, die Oshikandela prediker. Nou staan hy daar by die gang, en hy kyk so die gang, en hy kyk soos die gemeente. En hy sê, nou, ons weet ons allemaal, dat hy mens had die mense van die noorde, Chinks, er is jou en jou is er. Daar kom hy daar en sê, geriefdes in die hele. Daar kyk hy dus een beetje rond. Vandaag staan ons hier by hierdie gat. Dit is nie my gat. Dit is nie jou gat. Is hierdie man, hy staan iets lees op, is hierdie man sy gat. Geliefdes in die hele. En hy kyk so rond, en hy prediker is nog eens gesterk met sy Afrikaansie, en hy sê vir ons, ken ons allemaal ons rebelse mense van hy byna. Dis om lang uit van lang plaas, dis om Jan van die en is om Gert van die. En ek ontstap om lang piet op daarin, en ek kyk hy vir om lang piet so aan, en ek kyk hy weer die gat, en ek sê hy, geriefdes in die hele, dis een baie lang gat. Wat moet ek vandag vir hierdie mense sê by hierdie gat, en dis moet hy so opkyk, toe sê hy daar die oomhuiskip, wat hy elke dag so aanspreek, oor sy so kort aantrek, en oor sy so laas aan het, en ek het met die maag op gepraat, dis 5 vingers, 5 4 vingers onder die knie, nie 4 vingers onder die stem, maar en dan staan hy daar, en dan kyk hy maar, prachtige mensie, kom daar aanstap, en dan vang sy ook weer daar, en dan sê hy, kyk hy weer naar die gat, en dan sê hy, geriefdes in die Here, is een baie mooi gat. En dis toe dat hy daar, vir die so staan, en dan kyk hy so rond, hy sê, geriefdes in die Here, hierdie gat is een speciale gat. En toe hy so opkyk, toe sê hy, dan hy let hy, sy dochter
mijn dochters. En dan kijk je in zijn deur. En dan kijk je in de gat. En dan komt daar zo'n flits van in Genesis 1, vers 28 jongen voorbij. Wat zei je? Hij zei, geliefde ze hier en ik kijk in zijn deur. En hij zei, denk je zelf. Wat moet ik voor jullie mensen zijn? Maar jullie mensen zijn vallen zo aan met die zielke. En ik denk, en ik vraag mezelf af, geliefdes, wat zal ik gedacht met jullie mensen zijn? En dan komt daar iets in Genesis 1, vers 28, weer zo voor op deel. En dan denkt hij gedacht van, ja, jullie mensen kunnen vandaag die vers baie sterk op. Wees vruchtbaar en verminder en verlaten. Maar dan kijken jullie naar jullie gat en dan zien jullie jullie gat. En dan zei geliefde ze die Heere, jullie gat is niet jouw gat nie. Is niet mijn gat nie. Is hierdie man zijn gat. Hierdie gat wat hier is, behoort aan hierdie man. En hierdie man is leeg en hierdie zijn eigen gat. En hierdie man kan zijn gat niet doen. Vrienden, ons gezegd aan ons zoen, ik een kerk, maar ik kom bij vraag, maar iets ik hier ingooi. Eer laat namiddag, zaterdag laat namiddag, zit nou hierdie drie kerkhoofde, ik wil nie sê, die moet nie sê, die stoor op wat. Die drie kerkhoofde, is dit die manne, hulle gaan een bietjie vis gaan vang. En hulle sit so daar so, vis lijkt ingegooi, sit die maan in haar soep die stilte, en eerste dominee sê, eerste kerkhof sê, kerels, ons luister ons gereeld en ander mense se probleem. En dit is nie dat ons die keel skoon maak. En die man val weg en sê, ek het 'n probleem, broers. Soms neem ek die kerk se geld, ek sê so stilt in die tweede oorsprong en hy sê, broers, ek het ook een probleem. Ek het een drankprobleem. En soms, na die nacht val, knyp ek een bietjie die kerk sê, dat is een bietjie voor is. En die eerste twee sit so, en hulle wacht derde om in te spring, maar hy sit op net, hy is heel onrustig. En ek vraag vir hom, en jy broer, jy niks. En jy niks om te beleid. Hy sê, broer, ek het die grootste probleem van allemaal. Ek skinder, ek het die wacht op